langs het sportpaleis waar nog volleybal werd vanmiddag. Dan bovenop het stadion. Nog niet gevuld is. Als een beetje voor een derde vol zit en langzaam vol loopt met mensen die de sluitingsceremonie willen zien. En de mensen 1, 2 en 3 van de marathon sieren die sluiting op. De ceremonie protocolair. De pijn zit in zijn voeten en in zijn lijf. De eer ligt in het stadion. Ooit was er een Koreaan in 1936. De marathon sterk heeft gelopen en met goud zag bekroond. Jung Wang in het stadion. Daar samen voor de derde plaats strijden straks. Daarachter Bettiol. En dit wordt de winnaar. Ik zei in 1936 was het een Koreaan die in Berlijn de Olympische Spelen op de marathon won. Maar die Koreaan had de Japanse nationaliteit. Hee Jong-sun. En dit is de man die hier wint. Jung Wang, Zuid-Korea, winnaar van de Olympische marathon. Na een avontuur dat hem 2 uur 13 minuten en 23 seconden in de omgeving van Barcelona bezig hield. Op de tweede plaats komt zo meteen Morishita, die veel heeft gedaan. Terwijl Wang nog op de grond ligt. Doodmoe, kapot. Morishita. Wat hebben die twee ontzettend veel gegeven. En wat zijn ze helemaal stuk. Vrijgang wordt derde. Die kan zijn armen dan tenminste nog omhoog doen. Nakayama wordt vierde. Vrijgang is dolgelukkig, wil het niet geloven, kan het niet geloven. En zit nu ook. De Koreaanse winnaar wordt afgevoerd, Bettiol. Hij begreep wat er aan de hand was bij die val van Taniguchi. En ze gaan allemaal neer na de finish. Kokarc, zesde. Achtste wordt hij, Taniguchi. Rond wie het verhaal gemaakt kon worden. Achter Hurak de Pool. Negende. Deze Spanjaard. Diego Garcia. Tiende. Is nu ook binnen. De tiende is nu ook binnen. Kim. De andere Koreaan. Daar. 11, 12 en 13. 12 en 13 zijn de Amerikanen. En Hanin en de Fin zat daar dus voor. Hij wordt 15e, Bert van Vlaanderen. En dat is een knappe prestatie in een Olympische marathon. De Nederlander voldoet met deze voortreffelijke 15e plaats in 2:15:46.
Bert van Vlaanderen. Bert van Vlaanderen knap 15e. Jegorova. Beste tijd heeft ze staan van 2.28.36, maar wat doet dat ertoe als ze weet dat ze hier haar concurrenten kwijt is? Vlak voor het stadion. Eerst even die Japanse aanval. Het werd beantwoord door de atleet uit het GOS. En ze gaat zelf weg. Arimoro van achteruit gekomen. Eerst pakte ze de ene atleet van het GOS in. En nu moet ze die andere die ze had ingehaald toch weer laten gaan. Hier in het stadion een rondje bijna nog te lopen. En weer zo'n klim. Die laatste kilometers die zijn vreselijk hier. Dat stijgingspercentage, dat is zo enorm. Stadion in. Afstand is goed. Vanaf het begin heeft ze de toon gezet. En andere favorieten zoals Panfil en Ondiki en Larriou en Durre zijn er onderdoor gegaan. Arimori kwam het dichtst erbij en verloor de draad na de 41ste kilometer. Want het verschil blijft. Dat wordt hier in dit stadion niet meer ongedaan gemaakt. ...20-30 meter. Jegorova haalt er meer uit nog. Royale winst. Het goud voor haar op de marathon bij de vrouwen. Het kan toch niet missen. De marathonstrijd bij de vrouwen. Is er. Wordt gewonnen in 2.32.41. Jegorova. Arimori op de tweede plaats. Dolgelukkig naar de vierde plaats bij het wereldkampioenschap. De Japanse toch blij met 2. Jegorova. Goud op de Olympische Spelen. En op het ogenblik is ook al de 37-jarige Lorraine Muller binnen hier. Ze was er vele malen bij de internationale marathons. En ze richtte zich nu op die van de Olympische Spelen. Ze was erbij bij de goed betaalde marathons in Amerika, in New York, Chicago, Boston. De atleten die op de derde plaats staat. En deze Jegorova zal ongetwijfeld ook nu de Amerikaanse marathons in oogenschouw nemen. Overigens niet meer dit jaar, want na zo'n klus in deze fase van het jaar valt er eigenlijk niet zo snel nog een te lopen. Lorraine Muller op de derde plaats. Vierde wordt deze Pita Jegorova. Ze heeft lang op de tweede plaats gelopen, die Pita Jegorova. Daar kreeg eerst een Japanse op bezoek en voorbij. En toen Lorraine Muller ook. Pita Jegorova deed het anders dan Jegorova in de voorbereiding. Zij won in Los Angeles dit jaar. Was er samen met haar landgenote Burangalova. Burangalova die ook nog in de koers is bij de eerste 10. Zij wordt vierde. Bikta Jegorova.
En dat is dan de conclusie. Zei Theo, en wat moet er voor gevoel zijn als je als eerste daar het stadion binnenkomt? Als dat geluid zo op je asfalt.